bij Haaksbergen in Beeld. We zetten onze serie interviews met collegeleden voort. En vandaag zit tegenover ons, moet ik op dit moment zeggen. We doen het met z'n drieën, het lijkt wel een vragenvuur. Onze burgemeester, de heer Welten. Goedemiddag. Goedemiddag. En welkom in ons midden. Dank hoe belangrijker de gast, hoe meer interviewers. Ja, ja, ja. Dat is het. Ja, ja. En onze extra interviewer die zal zometeen zich even ook aan u voorstellen. Mooi. Maar ook de eerste vraag aan u stellen. Ja. De omroep doet aan verjonging, zie ik. Hartstikke ja, ja, goed. Ja, 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 ja. Heel mooi. Nou, ik ben Thomas van Eerwijk en ik doe de opleiding media redactiemedewerker. En daarvoor doe ik nu de stage bij RTV Sternet. Hartstikke mooi. Zo ken ik RTV Sternet ook veel basis en ruimte bieden aan jonge mensen. Ja. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Wat is in het voorbije periode betreft u gebeurd, betreft uw portefeuille of uw verantwoordelijkheden? Nou ja, wat mij nu meteen de binnen schiet actueel is dat wij vanmorgen in het college gesproken hebben over het meerjarige veiligheidsplan, het integraal veiligheidsplan. Dat heeft een hele lange aanloop gekend. En we hebben het hier al vaker over gehad, hè, de interviews met mensen op de markt, de vragen die gesteld zijn, de gesprekken die gevoerd zijn, ook met allerlei maatschappelijke instanties. Maar eindelijk ligt er nu ook daadwerkelijk een meerjarenplan dat aan de raad gaat worden aangeboden. Komt, nu is het eind februari, dus dat komt in maart naar de raad toe. En dat laat zien dat we een aantal accenten gaan zetten, prioriteiten moeten stellen. Dat vind ik van belang. Twee belangrijkste onderdelen die nieuw zijn ten opzichte van zeg maar, de vorige periode, is dat we ook echt ondermijning nu nog zwaarder hebben aangezet. Ja, ja. Het is toch echt iets waar we onze samenleving weerbaar in moeten opstellen. Wat bedoelt u met ondermijning? Nou, dat zijn allerlei krachten die zeg maar, de bestaande maatschappelijke verbanden letterlijk ondermijnen, ondergraven. En dat kan je zien door in bijvoorbeeld met hennepkwekerij, met drugsteelt, waarbij mensen worden verleid om bijvoorbeeld ruimtes ter beschikking te stellen, waarbij ze dus ook wel in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen. Want als ze aangehouden worden, ja, dan lopen ze het risico op een strafblad. Mensen worden dus in het circuit gezogen en van kwaad tot erger. Ze kunnen als ze één keer ja zeggen, niet meer nee zeggen. Dat geldt ook voor mensen in het buitengebied die bijvoorbeeld leegstaande stallen hebben. Als ze die gaan verhuren zonder zich goed te realiseren waar ze het mogelijk aan, verhuren, ja. aan wie ze het verhuren. Ja, dan kom je ook in een neerwaartse spiraal terecht. En maar, is dit ook echt een probleem voor Haaksbergen? Want gelukkig horen en zien we daar in de krant toch weinig van. Ja, en dat is ook wel een geluk, denk ik. En inderdaad, objectief gezien is het relatief veilig in Haaksbergen. Maar we moeten ons ook realiseren, als wij onszelf ook niet wat weerbaarder opstellen, kan het zijn dat door een waterbedeffect het uit de steden weg wordt gedrukt. En dat we daar in de omliggende gemeentes mee te maken gaan krijgen. Als men in de steden wat forser optreedt, en dat doen ze ook op dit moment. Ja. Ja, dan moet je je realiseren dat als je zelf hier ook niet weerbaar waar dat gaat opstellen, dat je dan wellicht de deur onbedoeld en onbewust openzet. We moeten oppassen dat de criminaliteit Haaksbergen niet ontdekt. Ja, zo is het. Ja, dat is het. Ja, ja. En dan, ja. Daar is dat veiligheidsplan echt ook voor ook geschreven. Voor bedoeld, ja. Dat in elk geval afgedekt is. Ja, en mensen bewust maken van wat ze zelf aan kunnen doen om zichzelf ook wat weerbaarder op te stellen. Want dat is ook bijvoorbeeld ten aanzien van ondermijning in de sfeer van de digitale kwetsbaarheid. Precies. Dus in tal van opzichten kunnen mensen ook zelf wat meer gewapend worden als ze zich er zelf ook voor openstellen. Vindt en dat, ja. Dat is ook het tweede nieuwe element. Dat zijn twee, vind ik, echt nieuwe elementen in het veiligheidsbeleid. De tweede is dat we ook niet alleen van de objectieve onveiligheid uitgaan die in politiecijfers naar buiten komt. Uh-huh. Hè, dus aantal inbraken en dat soort dingen. Maar ook de beleefde onveiligheidsgevoelens. Dus meer dan vroeger realiseren we ons dat als mensen zich onveilig voelen, dan is dat ook onveiligheid. Dat zeker. Dus ook als men bijvoorbeeld in het buitengebied, noem maar een voorbeeld, zich onveilig voelt door brandgevaar. Ja, als het uit de cijfers niet blijkt, dan nog moet je er wat mee doen. Dan nog moet je kijken hoe je mensen kunt helpen om dat veiligheidsgevoel wat te verhogen. Ja, dat is natuurlijk geen objectief iets, maar het is een subjectief iets. Zo is het, ja. Maar het is net zo belangrijk, ja, vinden we. We hebben de Engelsen een hele mooie uitdrukking voor feelings affects. Ik doe het niet graag, maar
wat men voelt is gewoon een feit. Ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt. Ja, okay. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat is zo. Goed, dus dat is... Even actualiteit. Is echt actueel, kunnen we dit nu aangeven. Jij wil nog een vraag stellen, Thomas. Ja, vindt u de veiligheid in Haarsbergen goed genoeg op dit moment? Nee, goed genoeg kan ik nooit bevestigend beantwoorden. Ik vind wel dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we op een relatief veilig niveau zitten. We zijn geen Amsterdam, we zijn ook geen Enschede. We hebben een relatief veilig gevoel. Dat komt ook doordat we nog wel een zekere vorm van normerschap hebben. Ja. Dat is niet sociale controle, maar dat is wel betrokkenheid. En dat is een positief gevoel, waar we, als we daar niet aan werken, wel ons van moeten realiseren dat het weg zal ebben en dat het weg zal geleiden. Dus we moeten er weer opnieuw op investeren. Dat is wel mijn gevoel. Dus niet tevreden achteroverleunen, maar blijven investeren in een gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid naar de toekomst toe. En dat zijn nieuwe vormen, daar hebben we de jeugd ook hard voor nodig. Ja. Want wij kunnen het wel bedenken, maar volgens mij moeten de jongere generaties ons meehelpen om te kijken wat ze nodig hebben om zich fijn, prettig en in een leefbare omgeving te voelen. Ja, dus eigenlijk het noberschap uitleggen aan de jeugd. Ja, maar ook vragen aan de jeugd. Ja. Wat zij onder noberschap 2.0 zouden willen verstaan. Ja. Ja. Nou, fijn. Dan weten we het actuele in elk geval nu. En nu afwachten wat onze gemeenteraad hiervan gaat zeggen. Zo is het. Ja. We hebben ook een Twenteraad. En die Twenteraad die komt morgen bijeen. En daar hebben wij dus iets in vernomen waar we eigenlijk ons niet zo prettig bij voelen. Wij zijn hier in Haaksbergen zijn we toch wel echt betrokken bij de lokale omroep. En dat is de gemeenteraad ook. Maar er gebeurt nu waarschijnlijk iets waarvan wij het idee hebben dat niet helemaal gaat zoals het gaan moet. Laat ik het even zo uitleggen. Misschien goed om even uit te leggen wat Twenteraad is? Nou ja, ik ken de agenda niet. Ik weet wel dat het onderwerp op de agenda staat. De Twenteraad is een niet besluitvormende overlegplatform waar raadsleden uit 14, 20 gemeenten elkaar ontmoeten en zeg maar actualiteit met elkaar uitwisselen. Die zijn vertegenwoordigd vanuit de gemeenteraad. Ja, dat zijn raadsleden, dus uit allerlei raadsleden. En de ongelukkige situatie is dat de gemeenteraad morgen zelf vergadert. Dus raadsleden zelf zullen niet aanwezig kunnen zijn bij die Twenteraad, maar dat gebeurt vaker. Het is vaak een doorweekse dag. Nou ja, dan kan het altijd zijn dat er een gemeenteraad vergadert. Dat valt niet helemaal aan te ontkomen. Maar het is vooral informerend. En wat ik ervan heb begrepen is dat het gaat om actuele ontwikkelingen met elkaar te delen. Zoals het rijksbeleid waar het gaat om de vorming van streekomroepen. De ambities van de staatssecretaris en van het huidige kabinet dat demissionair is. En wat ik ook begrepen heb, en kan me voorstellen dat daar jullie zorgen liggen, dat er ook vertegenwoordigers van de ambities van de streekomroep daar aanwezig zijn. En daar ook gevraagd zullen worden om hun ideeën te delen. Van twee streekomroepen, hè? Ja, meer dan één, want de staatssecretaris heeft het volgens mij over één streekomroep voor Twente. En daar leggen wij ons volgens mij in Twente niet bij neer. Nee. En volgens mij is er ook een soort organisatie, Trots heb ik me laten vertellen, die ook de overige lokale omroepen wil vertegenwoordigen. Dus die ook de inbreng levert van degenen die zich niet herkennen in die twee streekomroepen. En het is goed om informatie actueel uit te wisselen, want als wij als Haaksbergen een eenzame strijd voeren, terwijl er misschien lotgenoten zijn in andere gemeentes waar je verbinding mee kan maken, dan kun je een stevige vuist maken. Want, en ik weet dat er een motie is aangenomen in de raad, ik bedoel, dat hoeft die men niet uit te leggen. En die motie gaat ervan uit dat we hier in Haaksbergen, ook als we ons bij neer zouden moeten leggen dat een vorm van streekomroep zou ontstaan, dat we vinden dat hier een lokale omroep moet blijven bestaan, dat die streekomroep meer ondersteunend zou moeten zijn, faciliterend. Ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, ondersteuning op het gebied van opleidingen en training en het aanschaf van middelen en dat soort zaken. Maar niet over moet nemen wat we hier lokaal en op in vele andere gemeentes ook lokaal is opgebouwd en wat lokaal ook dicht bij inwoners staat. Ja. Nou is die motie heeft niks gevraagd, maar degene die motie hebben ingediend en gearchiveerd ook gevraagd aan het college om contact op te nemen met andere gemeenten om het standpunt van de gemeenteraad nog eens een keer helder voor het voetlicht te brengen. Wat is daarmee gebeurd? Ja, ik weet
weet niet beter of we hebben kenbaar gemaakt dat die motie is aangenomen. Dat er inderdaad in het verloop van de discussie die nu nog draaiend is, levend is, moeten kijken om daar verbindingen te maken met andere gemeenten waar een vergelijkbare situatie is. Ik weet bijvoorbeeld uit een gemeente waar ik hiervoor ook werkzaam ben geweest. Borne. Ja, Borne, ja. Dat daar ook een lijn lijkt te worden gekozen van zo sterk mogelijk lokaal verankeren. En accepteren dat er ook iets van een koepel van een verbindingsorganisatie ontstaat, maar die niet in de plaats moet komen Nee. Daar zullen we de verbinding mee moeten leggen. Maar ja, hoofdzakelijk gaat het natuurlijk, als je praat over streekomroepen, dan gaat het toch om subsidiëring vanuit Den Haag. En daar zijn denk ik die lokale omroepen ook wel een klein beetje bang voor, dat in een grote pot gaat en ja, dat ze helaas dat is ook zo. Dat is ook zo en dat is wel, uiteindelijk wel een keuze die uiteindelijk in Den Haag gemaakt gaat worden. Komt het in de plaats van de gemeentelijke sturing, want die middelen die kwamen natuurlijk vanuit het Rijk, maar de gemeente kon de keuze daarin maken. Maar in het beleid van de staatssecretaris op dit moment in ieder geval lijkt het er echt op dat de gemeente die mogelijkheden wordt ontnomen. Ja. Er zijn wel meerdere bestuurders die daar toch op zijn minst twijfel bij hebben. Of dat dan denk ik dat we blij moeten zijn met Haaksbergen, die via die motie heel duidelijk heeft aangegeven dat dit ondersteund moet blijven. Ja, eens. Ik denk dat we genoeg voer hebben gehad in deze. Waar we het vanochtend nog even over hadden, en staat niet bij de vragen trouwens hoor. Dus we overvallen u misschien hier een beetje mee, maar kan u wel tegen. U gaat over de vragen, ik ga over de antwoorden. Er zijn in Haaksbergen drie punten waar straks op 31 maart een paasvuur gaat branden. Wat heeft de gemeente als eisen gesteld aan degene die het paasvuur ontwikkelen? Nou, om u uit de brand te helpen. Letterlijk en figuurlijk. Ik zal eerst even de rook wat laten optrekken. Maar wij hebben geen eisen te stellen waar het gaat om de actuele discussie over de stikstof en dergelijke. Dat is een provinciale verantwoordelijkheid. Wij hebben op basis van de algemene plaatselijke verordening wel eisen te stellen ten aanzien van de veiligheid voor de omgeving. En dat doen we ook. Dus ik heb toevallig vanmorgen een evenementenvergunning getekend voor het paasvuur in de Hoeve. Waar we hebben geconstateerd dat ze aan de vereisten in de lijn van de algemene plaatsvorming voldoen. Dat zijn dus de gemeentelijke randvoorwaarden. Maar dat zijn niet de meest spannende. De meest spannende zijn natuurlijk toch die stikstofproblematiek. Nou, dat speelt minder in de Hoeve, ook iets minder in Honest, Langelo. En het speelt het meest in Buurse, want daar ligt men echt ingeklemd tussen Natura 2000 gebieden. En wij hebben geen eisen gesteld, maar we zijn vooral als partner van de organisatie aan de slag gegaan. In gesprek met de provincie om te kijken wat kan er dan wel en wat kan er reëel mogelijk worden gemaakt. En we hebben de provincie ook aangesproken op de motie die in de provincie is aangenomen om bij de nieuwe samenstelling van de provinciale staten om cultuur en tradities en erfgoed zoveel mogelijk ruimte te bieden. Nou, daar hebben we ze op aangesproken en ik heb begrepen, ik heb onlangs ook een van de vertegenwoordigers van de organisatie uit Buurs gesproken, dat ze met deze steun van de gemeente nu wel van plan zijn om helaas veel kleiner, maar wel nu een vorm van paasvuur opnieuw te kunnen en willen organiseren. Dus daarmee is de traditie in ieder geval gered. Maar weliswaar onder beperkende Het is meer dan de vuurkorf in elk geval. Zoals vorig het is meer dan de vuurkorf, ja, gelukkig wel. Maar ik denk toch ook aan Hola. U zei van Hola, dat zit er niet zo dichtbij. Maar dat zit toch ook eigenlijk ingeklemd tussen de Buurse Zand en het Lankeet. Ja, maar de afstanden zijn wat groter dan bij Buurs. Bij Buurse zit men echt tussen Hagenbergenveen, Witteveen, Buurse Zand. Ja. Dus eigenlijk van alle kanten omsloten. Maar toch nog even voor alle duidelijkheid. De gemeente geeft de vergunning. Nee, geen vergunning op basis van de algemene plaatsverordening. En die ziet toe op veiligheid. Okay. En de provincie heeft controle op milieuaspecten. Doen ze dat apart via een vergunning? Of volgens mij, dan moet ik even goed nadenken. Maar volgens mij is dat ook een vergunning. In ieder geval is dat een toezicht van de provincie op bepalingen van de wet milieubeheer. Okay. Dat zit weer buiten de competentie van Ik vroeg me af wat degene die het vuurtje aansteekt, of die van tevoren aan
twee instanties toestemming moet vragen. Ja, we hebben dus ook bij de provincie zijn we eigenlijk al na de vorige sessie, dus in het voorjaar van het afgelopen jaar, zijn we al met de provincie in gesprek gegaan en gezegd van dit kan toch niet waar zijn dat een buurt het helemaal niet meer kan. En toen de staten die motie aannamen, of eigenlijk is dat een verklaring geweest in het nieuwe coalitieakkoord van de provincie, meer ruimte voor en aandacht voor cultureel erfgoed. Toen hebben we ook nog voor de zomer het gesprek met de provincie geopend om te zeggen, nou laten we nou op tijd rond de tafel gaan zitten. Want eigenlijk zijn de mensen van Buurse eigenlijk te laat geïnformeerd vorig jaar over wat er wel en wat er niet komt. Het is misschien een beetje een domme vraag van een ex-Hagenaar. Hoe heilig is het paasvuur in Haarsbergen? Nou, een niet zo heel domme Hagenaar zou volgens mij ook best wel weten dat ook in Den Haag er tradities zijn die ze heel graag overeind houden. En die hebben ook met vuur te maken. Ja. En ook die worden aangepast uiteindelijk. Want veiligheid, omgeving en milieu, ja, dat bedoel ik. Ik heb er vlakbij gewoond, ja. Dus ook daar is het geven en nemen en het is ook wel bewegen met elkaar. Dus maar er was vooral veiligheid. Ja. Ja, nou, maar ook milieu. Want uiteindelijk kwam daar ook wel heel veel rook vanaf. En daar is het paardvuur van Buurse maar een schijntje bij. Ja, dat is bijna niks dan. Ja, hè? Ook dit interview gaat nu in rook op. Want onze tijd zit er helaas op. Hartelijk dank voor uw oprechte antwoorden en vooral het paasvuur waar u niet op voorbereid was. Hartelijk dank dat u daar... Heel graag gedaan en hartstikke leuk om een jonge interviewer ook aan tafel te zien. Dus fijn, complimenten daarvoor. Ik vond het leuk. Mooi, volgens mij worden we echt oud. Ja. Denk is het, nou drie keer gezegd. Ja. Mensen, hartelijk dank dat u hebt gekeken naar Haaksbergen in beeld. Tot de volgende week.